Wat staat er op het menu vanavond? Husarensalade, Duitse biefstuk, gesneden groente, pepersaus, aardappelen. Ja. En sinaasappel bafroa. Het is niet zomaar een maaltijd. Ze zijn druk bezig met een maaltijd voor ouderen in de week van de eenzaamheid. Dus 1250 gram tostiham, 1250 gram agurk. We hebben les gehad over de eenzaamheid op school. Hè? Wat hebben ze jullie geleerd? Wat hebben ze jullie verteld? Dat 75% van den helden, hè, is eenzaam. Ja. Dat is best veel, hè? Dat is best veel, ja. Herken je dat? Ben je zelf wel eens eenzaam? Het gevoel zelf ken ik niet. En hebben klasgenoten je wel eens verteld dat ze eenzaam zijn? Nee. Nee. Let er even op, als je aardappelen gaat snijden. Ik weet dat na de voorlichting van vorige week, wat gegeven is door Humanitas, er toch wel een paar leerlingen naar mij toe kwamen van, ik heb mij toch ook wel eens eenzaam gevoeld. Ja, maar om dat toe te geven aan anderen, is dat best wel eens moeilijk. Oh, dank u wel. Ja, dat is een landelijk probleem. Daar wordt ook landelijk veel aandacht aan gegeven. En hier hebben we een specifiek project, Eenzaam ben je niet alleen. En dat is gericht op ouderen. En wij zien ook bij jongeren dat daar eenzaamheid is. En daarom vinden we dit een mooie combinatie, dat we jong en oud aan elkaar verbinden. En rondom dit thema. Als we inzoomen op de jongeren, ze noemden het net zelf al, 57% van de jongeren is wel eens eenzaam. Ja. Hoog getal. Ja, dat zijn de getallen die via de GGD naar buiten zijn gekomen. En die vinden wij ook schrikbarend hoog. Dat betekent eigenlijk 1 op de 2 zich eenzaam voelt. Verdient het extra aandacht hier in Den Helder? Ik vind het wel belangrijk dat er aandacht aan geschonken gaat worden. Ja, wij hebben ook het project Jongerenmaatjes. En daar kunnen jongeren zich ook aanmelden die zich eenzaam voelen. Zodat ze er ook met behulp van een vrijwilliger toch even een steuntje in de rug hebben. Gaan we het er vanavond nog heel erg over hebben ook? Of is het voornamelijk lekker eten met elkaar? Vandaag willen we vooral inderdaad laagdrempelig, gezelligheid en juist niet zo de nadruk op het onderwerp. Want dat kan soms voor mensen ook heel ongemakkelijk gaan voelen en dat willen we niet. Smaakt het duur? Ja?